Breda Nu. Je weet het meteen. We zitten hier bij een gigantische stapel boeken. Ja. Vertel eens kort iets, want ik weet niet wat ik erover allemaal over moet vragen. Jeetje, dit zijn mijn boeken. Dit is wat ik schrijf, dit is wat ik doe. Ik schrijf voor 6 tot en met 16 jaar. En ik kijk of ik het heel snel kan vinden, het boek waarmee het begon. Met de titel? Tim's grote avontuur. Oh, hier zie ik hem. Tim's grote avontuur, daar begon het mee. Toen mijn oudste zoon 7 was, kreeg hij diabetes. En besloot ik een kinderboek over diabetes te schrijven. Dat is dit geworden. En tot op de dag van vandaag wordt dat in ziekenhuizen aan kinderen gegeven. Wanneer ze de diagnose diabetes krijgen. En ik schreef daarvoor al, maar voor volwassenen. Die opleiding had ik ook gevolgd. En toen ik dat eenmaal geschreven had, dacht ik, ja, ik wil voor kinderen blijven schrijven. Dit vind ik uitdagender en ook leuker. Uitdagender, dat snap ik even niet. Nou, bij kinderen moet je heel erg in kindperspectief gaan zitten. Mm-hmm. En het is natuurlijk voor, hè, of ik nou een hockeymeisje van 8 moet spelen, of een tienermeisje van 13. Of ik ben in 15 en onder mijn huid 16. Dat vergt veel van je. Terwijl een volwassen boek kruip je natuurlijk in de huid van een ander personage, maar wel waarschijnlijk jouw leeftijd zo'n beetje. Dus ik vond dit wel een uitdaging om kinderen te boeien en ze zover te krijgen dat ze graag willen lezen. Vind ik erg belangrijk dat kinderen lezen. En om ze te vermaken. Ik was vroeger als kind zelf ook dol op boeken waarmee ik weg kon kruipen en die uit je realiteit halen. En dat hoop ik met mijn boeken ook altijd te doen. Is het zo dat jouw, laat ik het maar noemen, naïviteit in de wereld, hè? Dus jouw open blik in de wereld, dat is positiever gezegd, jou helpt daarbij? Ik denk het wel. Ik denk dat je altijd nieuwsgierig moet blijven. Dat is ook mijn levensmotto, altijd nieuwsgierig blijven naar de ander. En dat helpt wel in dat ik ook voor kinderen kan schrijven. Want kinderen zijn per definitie nieuwsgierig naar alles wat de wereld biedt. En dat maakt dat het voor mij heel prettig is om voor kinderen te schrijven en te bedenken hoe zouden zij hierover nadenken. Wat vinden zij hiervan? Voor mij is voor kinderen schrijven gewoon echt, dat vind ik heel prettig om te doen. En dat boek voor volwassenen wat ik nu schrijf, dat is dus in dat opzicht moeilijker, omdat ik niet me kan verschuilen achter dat kind. Verschuilen, zeg je. Maar je werd ook gedwongen om over bepaalde dingen te schrijven. Hè? Je hebt ook geschreven over een meisje van 16. En dat zijn geen dingen meer waar je de naïviteit nog hebt. Hè? Want nee. Daar werd de naïviteit juist weggehaald, zeg maar. Ja, nou, ik vind het ook belangrijk om te schrijven dat kinderen er iets aan hebben. In het geval, dat boek waar jij het over hebt, gaat over mijn dochter waar een naaktfoto van circuleerde toen ze 12, 13 was. En dat was zo'n heftige gebeurtenis voor haar en de impact op haar en op mij. En wat het met haar deed jarenlang, dat vond ik zo afschuwelijk dat ik dacht, ja, hier moet ik gewoon over schrijven. En uiteindelijk is dat onder mijn huid geworden. Een echt heftig boek, vind ik. Waarbij de naïviteit inderdaad weg is. Er is geen naïviteit meer. Dat geldt ook voor 15. Mm-hmm. En dat maakt die boeken wel rauwer. Maar ook wel heel mooi, vind ik. En hopelijk hebben kinderen daar dan ook wat aan. Ben je zelf toch nog, ondanks dat, naïef gebleven in de goede zin? Ik zal altijd blijven geloven dat de wereld wel een mooie plek kan zijn en dat mensen ook mooi kunnen zijn. En dat je aanloopt tegen iets wat, in het geval van mijn dochter zie ik dat ook. En mijn kind met diabetes ook. Er zullen altijd dingen je pad komen die je niet had willen meemaken. Mijn kind had echt geen diabetes willen hebben. Mijn dochter had echt geen naaktfoto willen laten circuleren. En ik had echt geen man willen hebben die ons zo verliet op die manier. Maar ik wil wel blijven geloven in dat
dat je er dingen uit leert en dat je er sterker uit kan komen. En in het geval van mijn kinderen zie ik sowieso dat ze sterker individuen zijn geworden. Voor mij is het nog vrij recent geleden dat ik zo op dit proces speelt nog helemaal. Ik kom er ook wel sterker uit, maar het heeft even tijd nodig. Maar mijn kinderen zijn alvast daarin wel een soort van voorbeeld. In I Love Lift, die serie, daar komt euthanasie voor. Daar komt ook scheiding voor. Hè, maar dat is een puur fictieve serie. Ook sexting komt daarin voor. Dus die naaktfoto. Maar op een hele andere manier. Een beetje speelser. Dus die heftige onderwerpen worden dan wel aangestipt. Kinderen kunnen ermee doen wat ze willen. Kunnen erover gaan nadenken. Maar het is niet inderdaad zo in your face als Onder mijn huid of het boek wat ik nu aan het schrijven ben. Hoe reageren kinderen en ouderen er eigenlijk op jouw fictie gemengd met de realiteit? Doorgaans van Onder mijn huid zeiden heel veel ouderen vooral ook, en mensen die het lazen voor blogsites, zeiden van joh, dit moet iedereen lezen, dit moeten leerkrachten lezen, want dit probleem speelt natuurlijk, is ontzettend actueel. Hè? We hebben recentelijk in Breda nog zo'n geval gezien. Dit is zo actueel dat zij vinden dat er een urgentie zit in het lezen van zo'n boek. En of het nou dit boek is of een ander boek over dat onderwerp. Dat je in ieder geval begrijpt dat dit een heel heftig iets is wat kan gebeuren en wat je ermee kunt. En dat daar aandacht voor moet zijn. Dat het dus niet normaal is dat je een naaktfoto zomaar rondstuurt van een ander persoon. Dus daar wordt doorgaans heel positief op gereageerd. Wat mij verbaast is wel dat jij over dat soort dingen schrijft en tegelijkertijd toch iets opens blijft hebben. Ja, misschien heb ik het een paar keer meer gezegd, maar dat vind ik nou net zo mooi. Want waardoor jij dus volgens mij nog heel lang kunt blijven schrijven. Want je bent niet dichtgeslagen door iets of zo, of helemaal gefrustreerd. Ook al ben je het misschien wel, maar je kunt er wel bovenuit komen. Daar heb jij een middeltje voor? Ik denk dat dat is het leuke hier, of het mooie hieraan, aan dit proces, is dat ik heb een heftige jeugd gehad. Daar heb ik echt erg veel in meegemaakt. En mijn overlevingsmechanisme uit die tijd heb ik nu weer. En ik weet, daar ben ik doorheen gekomen en ben ik open ook ingebleven altijd. En ik vind open zijn, ja, zo zit ik nu in elkaar. En ik weet dat heel veel mensen er ook moeite mee hebben. Jij zegt, het is mooi. Heel veel mensen hebben er echt heel veel moeite mee dat ik zo open ben over wat hier gebeurt. Welke moeite hebben ze daarmee? Wil ik even weten van jou. Het is heel bedreigend. Het wordt niet gezien als loyaal als je zoiets naar buiten brengt. Het wordt gezien als, als het daar kan gebeuren, kan het dus ook bij ons gebeuren. Of dat nou om een dochter gaat met een naaktfoto of om verlaten worden. Dus mensen willen eigenlijk vinden niet dat je dat zo open moet kunnen vertellen. En ik ben juist van, laten we met elkaar dat wel open bespreken allemaal. Ik val er zo in, maar ik zie hier jong en oud bij elkaar. Ja, nee, ik schilder al heel lang oudere vrouwen. Zeg maar, vergankelijkheid vind ik heel mooi om te laten zien in schilderijen. Doorleefde van de huid. Veel mensen vinden mij ook wel een beetje een huidschilder. Ja. Maar ik ben sinds kort weer moeder geworden. En ik merkte dat ik weer in een nieuwe fase terecht kwam. En meer mijn eigen kinderen aan het schilderen was. Meer juist het begin van het leven. En nu ben ik dat eigenlijk samen aan het brengen. Ik dacht, het is eigenlijk heel mooi om die twee onderwerpen die heel ver uit elkaar liggen, maar ook juist eigenlijk heel erg met elkaar verbonden zijn. Natuurlijk het begin van het leven en het einde van het leven. Ik probeer altijd, mijn werk moet altijd wel heel dicht bij mij staan. Dus het, ook hoe ik bezig ben geweest met veroudering, dat lag ook wel heel dicht bij mij. Hoe ik het op dat moment ervaarde. Dus ja, nee, ja, tuurlijk. Iedereen heeft moeite met ouder worden. En ik heb ook echt fases gehad dat ik de ouderdom redelijk op een redelijk negatieve manier liet zien. Ik wil nog even wat zien hoe je bezig bent. Ja, is goed.
Jij zei het straks, toen ik zei van bijna fijn schilder, zeg je, nou, dat ben ik eigenlijk niet. Maar wat ben je dan wel? Want je bent zo fijn aan het schilderen. Ja. Nou ja, ik ken natuurlijk schilders die nog veel gedetailleerder. Laat ik het zo zeggen, fijn schilder. Ik ben geen hyperrealist. Mm-hmm. Maar misschien is dat ook niet een fijn schilder. Nee. Ja, ik zit bij een platform dat heet Poets and Artists. Dat is met heel veel Amerikaanse schilders. En ja, daar vergelijk ik het misschien nu even mee. Er zitten heel veel van die hele superrealisten bij. Die dan echt fotografisch schilderen. Maar dat is ook niet wat ik wil. Dus dat is op zich ook niet. Maar dat is veel gedetailleerder nog. Maar mijn vraag is dan, wat wil je dan wel? Ik wil mijn eigen sfeer erin kunnen leggen. Dus niet dat je het idee van dat ik naar een foto zit te kijken. Ik vind een foto vaak veel harder als een schilderij. Je wil daar toch een soort extra gevoel of een extra dimensie in leggen. Iets aan toevoegen aan de werkelijkheid. Ja. Maar in dit geval, jong en oud. Ik zie toch de vreugde bij die oude mevrouw. Ja. En dan die enorme krakkelee hand. Ja. Ja, dat is toch prachtig juist. Dat ze, ondanks dat ze al het einde van haar leven is, dat ze toch heel erg kan genieten van dat contact. Ja, dat was ook een heel bijzonder moment wat zij tijdens. Want het is wel gewoon een van mijn modellen. Het is niet de oma of wat dan ook. Dus ik heb dit wel een soort van in scène gezet. Al wel ik eigenlijk alleen maar mijn kind bij haar in de armen heb gegeven. En nou ja, heb gezien wat er gebeurde. En het was oprechte blijdschap. Want Benjamin, dus mijn zoontje Benjamin, die ging echt haar gezicht betasten. En hij zocht echt contact met haar. En dat verraste haar ook een beetje. Ze had van tevoren ook zoiets van, wat gaat er gebeuren? En ze had echt zoiets van, wauw, ik heb echt contact gemaakt met dat kind. Dat was een heel mooi moment. Heb je dat dan geanceneerd? Heb je toen een foto gemaakt of gestel? Ik maak altijd foto's. Naar aanleiding van de foto's maak ik een schilderij. Francine, we staan nou bij twee schilderijen hier. Waarvan ik me voor kan stellen dat er mensen zijn die zeggen, wat moet ik ermee? Of mag dat wel? Of moet dat wel? Daar heb ik wel zeker wel wat ervaring mee. Dat, ik plaats natuurlijk vaak mijn werk ook op social media. Ja. En ik heb jarenlang natuurlijk met mijn oudere dames, ook mijn oudere naakten, heb ik al vaak heftige kritieken gekregen dat mensen het chockerend vonden en niet respectloos vonden ze het. Je wil toch geen blote oma's zien en dat soort commentaar. Waar ik me ook altijd al enorm over verbaas, omdat ik alleen maar schilder vanuit mijn positieve, goede bedoelingen eigenlijk om iets moois te laten zien. En toen dacht ik van, nou, de nieuwe fase in mijn leven. Ik ga mijn kinderen schilderen. En toen heb ik ook wel een beetje gedacht van, nou, dan misschien ben ik dan af van al dat gezeur en al die de heftige. Alhoewel ik dat ook wel prettig vind, hoor. Dat iets een discussie oplevert. Ja, laat me daar niet geen misverstand over hebben. Maar mijn verbazing was natuurlijk van, ja, zodra je dus een jongetje laat zien wat half naakt is, dan word je bijna voor pedofiel uitgemaakt. Of er wordt in ieder geval je gewaarschuwd van, zou je dat nou wel doen? En je weet niet wie het allemaal te zien krijgt. En daar kan ik me enorm over verbazen. Want ik denk, wat is er nou onschuldiger dan een kind? En puurder dan een bloot kind, weet je? Ja. Heb je de argumenten van die mensen ook wel eens gehoord? Of is het alleen maar roepen? Dat ze zeggen van, het kan in verkeerde handen terechtkomen. Ze zijn dan bang dat dan bij pedofielen op de computer die daar bepaalde gevoelens bij kunnen hebben. Ja, maar zo kan je toch niet in leven staan dat je bang moet zijn wat een ander kan voelen. Daar heb je geen invloed op. Al zou ik een zak patat schilderen, dan kunnen mensen daar nog iets bij voelen. Interessant. Obesitas van krijgen. Ja, dat vooral. Ja. Maar, je bent daar natuurlijk toegekomen, deze schilderij, om die te schilderen, vanuit het feit dat je zelf weer moeder werd. Ja, dat is gewoon natuurlijk de liefde voor mijn eigen kinderen. In dit geval ook wel de worsteling die ik heb gehad om weer zwanger te worden. Ik ben niet de jongste moeder. Dus dat heeft aardig wat jaartjes geduurd en met de nodige hulp. Nou ja. Ik denk dat ik daardoor ook, dat het daardoor voor mij ook wel redelijk beladen is geweest. En nog tenminste dat het enorme impact heeft. Ja. Dus soms word ik ook voorzichtig. En dat vind ik, daar baal ik ook van. Want ik vind juist als kunstenaar moet je durven uitspreken. Ja. Maar als het dan zo dichtbij komt, iets zo uit je eigen persoonlijke sfeer, dan denk ik er toch wel even nog 10 keer over na voordat ik iets zeg. Dan wel.
Nou, je hebt het wel gedaan. Je hebt het laten. Gezegd. Ja, want ik vind ook eigenlijk van ja, ik laat me kijken wat ik al laat zien van mezelf, van mijn privéleven. Dus waarom zou ik het niet toelichten? Ja. Nou, dat is ook zo. Deze schilderijen, die verkoop je wel? Of zeg je, die zijn echt voor mezelf intiem? Nee, ja, die vraag krijg ik ook heel vaak. Van je gaat toch niet je eigen kinderen verkopen? Nee, die hou ik. Die hou ik. Maar ik bedoel, voor mij is het het plezier, het creëren van de werken. En daarna als het af is, dan kan ik daar heel makkelijk afstand doen. Dat is, voor jou is het gewoon kunst klaar? Ja, dus, er moet juist bij andere mensen aan de muur hangen. Daar is het voor, ja. Nou, dat is heel duidelijk. Dankjewel. Breda Nu. Je weet het meteen.